niet. Oh, wie doet het nieuws? 3 uur. NPO Radio 1 met Petra Grijze. Hier Hilversum uit. Vandaag zijn we met onze bus in de Molukse wijk in Moordrecht. En staat onze hele uitzending in het teken van 70 jaar Molukkers in Nederland. Je hoort zometeen 3 generaties die vertellen over hun geschiedenis, hun hechte gemeenschap. Een gemeenschap die ook zwaar getroffen is door corona. Want onze kracht is onze zwakte, zoals ze hier zeggen. Luister zometeen naar hun verhalen. En ook vooral naar de muziek van de jongeren die in de eigen taal zingen. Eerst het nieuws met Jan van de Putten. Op het Museumplein in Amsterdam heeft de politie ingegrepen bij een onaangekondigde betoging tegen de coronamaatregelen. NPO Radio 1. NTR. Het is iets na 3 uur. Hier Hilversum uit in... Boenorata! Boenorata is namelijk de naam van Moordrecht in het Maleis. De Molukse identiteit zie je hier ook terug op straat in deze Molukse wijk, waar bijna iedere lantaarnpaal de kleuren van een Molukse vlag draagt. Mijn auto staat geparkeerd onder de gevel met verschillende portretten van de allereerste bewoners hier. De eerste generatie Molukkers die hier aankwam. Hier gaan niet alleen de huizen van generatie naar generatie. Hier gaan ook de verhalen over de Molukken, over de aankomst. Over de pijn van die aankomst. Van opa en oma naar kind naar kleinkind. Heel bijzonder om hier te zijn. 30 seconden. Frans Manohutu was een jongetje van 3, geboren op Borneo. Hij had een hele lange reis op de boot achter de rug. In een kleine hut met broer en zus en zeezieke ouders. Toen hij zijn voeten op de koude kades van de Rotterdamse haven, de Lloydkade, zette. Onvrijwillig hier naartoe gebracht door de Nederlandse overheid. Nu is hij 73, zit tegenover mij op 1,5 meter afstand buiten de bus. Samen met 2 generaties naast hem, aan de ene kant Indik Castagna, 58, geboren en getogen hier in de wijk. Je wordt toegejuicht. En Mazoni Risa Mazu, 18 jaar, om te praten over 70 jaar Molukse gemeenschap hier in Nederland. Wordt morgen bij stilgestaan, dan is het echt 70 jaar geleden. En staat daarom ook centraal in deze uitzending van Hilversum uit. Welkom allemaal, heel fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. En meneer Manohutu, ik wil met u beginnen, want... Wat komt er bij u naar boven als ik u vraag naar wat u zich nog kunt herinneren van die reis? Nou, je komt aan hier in Moordrecht. En dan zet je voet aan de Lloydkade. En dan word je gevraagd om naar de bus in te stappen om naar Amersfoort te gaan. En daar kregen wij toen een medische keuring. En daarna wordt iedereen verdeeld over... Bijvoorbeeld naar kamp Vught of naar kamp Schattenberg. En kamp Vught, dat is waar uw gezin naartoe ging. Ja. Kamp Vught, de oudere niet-Molukse luisteraars van Radio 1, die zullen dat zich herinneren als een concentratiekamp. Zeer zeker. Van de Tweede Wereldoorlog. Ja, absoluut. Hoe zag het eruit toen u daaraan kwam? Nou, we kwamen daaraan en we werden daar gehuisvest. En, nou, het zijn gewone barakken, maar de muren die waren van stro. Je kunt de buren ook horen praten, alles. En we moeten alles samendelen, het toilet. En er is ook een gaarkeuken. Maar we hebben ook hele goede herinneringen in Kamp Vught. Ja, in mijn jeugd dan. Want u was klein? Ja, ik was klein, maar het was een fantastische... hoe zou je dat zeggen? Een fantastische herinnering om in Kamp Vught te wonen. Wat was de mooiste herinnering? De mooiste herinnering? Ja, veel kattenkwaad uitgehaald en veel zwemmen in de IJzeren Man. In de IJzeren Man? Ja. Voor de mensen die dat niet kennen? Ja, dat is een bekende meer in Vught, in de buurt van Kromvoort. Dus twee gevoelens eigenlijk, ja. 2 herinneringen ja. Met 2 kanten. Ja. Een soort van vrijheid, maar tegelijkertijd ook gevangenschap. Ja. Prikkeldraad stond er nog om het kamp heen. Ja, prikkeldraad stond nog, maar wat je pijn doet, dat is... ze hebben beloofd aan onze ouders dat we... Na 6 maanden weer terug zouden gaan naar de Molukken. Maar de koffers van mijn ouders staan nog steeds ingepakt om na 6 maanden weer terug naar de Molukken. En dat doet pijn. Die stonden altijd in de hoek van de barak. Ja, in de hoek van de barak. En dat doet pijn tot in je botten toe. Want onze ouders hebben weer voor de Nederlandse 3-kleur gevochten. En ze worden altijd ingezet voor zo'n speciale... uitvoeringen. En daar staan onze ouders daar helemaal vooraan. Ja. En wat krijgen we nu als dank? Ik vind het heel jammer na 70 jaar dato dat er
waar veel belangstelling nu is aan de eerste generatie. Eigenlijk moeten ze in de schijnwerper staan, de eerste generatie. Ze hebben van ons, de tweede en de derde generatie en de vierde generatie, zoals je mag zeggen, van, ze hebben van een dubbeltje een kwartje gemaakt waar we nu tot nu op we zijn hier in Nederland. De ouders, de voorouders, ja, de voorvaderen, ja, die zijn heel belangrijk, ook ja, in deze gemeenschap. Ja. En voor de mensen die de geschiedenis niet kennen, om het even in het kort ook nog terug te halen. Jullie voorvaders waren in dienst geweest bij het KNIL, Nederlands leger. Kwamen uit een oorlogssituatie, Tweede Wereldoorlog natuurlijk, ook in toenmalig Nederlands-Indië. Onafhankelijkheidsstrijd, decolonisatie en midden... Vooruitzicht, dus altijd die terugkeer weer naar de Molukken. Die koffer die bleef klaarstaan. Indik, die koffer, is dat ook een koffer die jouw ouders hadden klaarstaan? Ja, natuurlijk, die hadden ze ook. Kijk, alleen ik ben geboren in Moordrecht, hier in Moordrecht. Dus we hadden hier gewoon woonhuizen natuurlijk, van de barakken naar de woonhuizen. En die koffers die stonden niet in de huizen, maar in de schuur. Dus nog steeds ingepakt? Ja, die stonden toen nog ingepakt, ja. Hoeveel koffers staan hier nog in schuren in Moordrecht, denk je? Ingepakt? Nee, ik bedoel niet op dit moment, maar toen de tijd, toen we in Moordrecht, in mijn jeugd, zag ik alleen die koffers in die schuren. En ik dacht er niet eens bij na, want die koffers waren er altijd. En nu? Hoe kijk je daar nu naar? Ja, dat is wrang natuurlijk. Heel wrang natuurlijk. Waar zit het wrangen in? Wat is die pijn? Kijk, ik ben hier opgegroeid in de jaren 60 en... Toen begon de radicalisering, allemaal demonstraties en zo, allemaal. Dat maakte je in je jeugd mee. Je wist niet wat er aan de hand was, maar je vond het normaal. En later kom je pas te weten dat het allemaal door die beloften die gedaan zijn en die niet waargemaakt zijn. De belofte vandaag om weer terug te kunnen keren. Ja. Nou, een paar zonen, jij bent 18. De verhalen die je hier hoort, zijn dat de verhalen die jij... ook hoorde van jouw opa en oma, van jouw ouders? Ja, zeker weten. Tot op de dag van vandaag proberen mijn opa's en oma's mij nog steeds alles mee te brengen van onze geschiedenis. En wat blijf je dan het meest bij? Van alles, want je hoort zoveel verhalen eigenlijk en toch wel de reden waarom mijn overgrootopa's en oma's hierheen zijn gekomen, dat blijft wel telkens in je hoofd hangen. En wat is die reden die bij jou blijft hangen? Nou, eigenlijk wat opa Frans net zei, werd beloofd aan onze grootouders dat we hier maar voor 6 maanden zouden blijven. En nu zijn we inmiddels al 4, 5 generaties verder. En is er nog steeds niet veel veranderd. En werd er ook altijd over gepraat? Want ik ken ook de verhalen van mensen uit de Molukse gemeenschap die zeiden, nee, bij ons werd er niet over gepraat. Over de pijn, over het verdriet, over het gemis, de heimwee, Indik. Kijk, het alledaagse leven, dat gaat gewoon door. Je praat er niet altijd over, maar die pijn die is er altijd. De pijn van onze ouders draag je mee. Dat draag je mee. En voelen jullie het ook even intens, Mazoni? Jij als 18-jarige. Voel je het net zo intens als Indik en meneer Manahutu? Ik denk, omdat ik toch al vierde generatie ben, misschien iets minder. Maar ik weet wel 100% zeker dat we allemaal de pijn meedragen, ongeacht hoe oud je bent. Dat voel jij ook? Zeker, ja. En hoe... Heeft dat ook met de wijk te maken, met de gemeenschap hier? Hè? Dit is een Molukse wijk. Hier wordt, ik zei het al in het begin, de huizen worden van generatie op generatie gegeven. De verhalen worden doorverteld. Is het hier anders dan bijvoorbeeld als je deel uitmaakt van de Molukse gemeenschap, maar niet in een Molukse wijk woont? Meneer Manahutu? Kijk, de Molukkers hebben een aparte status, hè. Want ze zijn leden van het Koninklijk Neder-Indisch Leger. En daar... moet de Nederlandse staat er ook wat voor doen. Want de tweede generatie is tot op het bot gekrenkt, hè, dat de Nederlandse staat onze ouders hebben bedrogen tot op de dag van vandaag. En die boosheid zit ook nog steeds in zeker, u. Ja, zeker. Ja, zeker. Absoluut. Ik hoor het aan uw stem. Ik zie het aan u. Ja. Ik probeer me daar iets bij voor te stellen, ook omdat ik... denk van, is het dan niet heel moeilijk om met die emoties, met die kwaadheid, het verdriet, om in de Nederlandse samenleving te wonen? Hoe doe je dat dan? Want ook hier moet je leven, hier moet je werken, hier moet je naar school. Ja, hier moet je leven, maar je moet wel in je achterhoofd hebben van,
wat hebben de Nederlandse regering nou gedaan voor onze ouders? En is dat dan mogelijk? Is het dan mogelijk om inderdaad hier te wonen, te werken, Indik? Natuurlijk, je kunt gewoon normaal functioneren, ja, maar je blijft het in je achterhoofd houden. Ja. Ik weet nog dat ik een sollicitatie had op Schiphol. Had ik een gesprek met een oudere man van de Koninklijke Marechaussee. En alles ging goed. Aan het eind vroeg hij aan mij, van, ik heb nog één vraag, waar kom je vandaan? En ik zei, ja, ik kom uit Moordrecht. Nee, bedoelt hij, je afkomst. Ik zei, ja, ik kom van de Molukken. En toen zei hij, toen was hij even stil. Zijn oudere man, en die zei van, ja, we hebben in het verleden tegenover elkaar gestaan. We hebben het niet goed gedaan. We hebben jullie niet goed behandeld. Wat betekende dat voor jou? Nou, dat gaf wel een beetje waardering. Dat gaf wel een beetje begrip. Eindelijk iemand met begrip. Iemand die weet waarover die praat. Zij wist heel goed wat ze gedaan hadden. Want meneer Manahoute, nog even terug naar die roerige jaren 60, 70. U ging actie voeren en nou, niet zo'n beetje ook, ambassade in de fik steken. Kon dat altijd rekenen op begrip? Ja, natuurlijk. Het kan altijd rekenen op begrip. Want ook van de niet-Molukse mensen? Niet van de Molukse mensen, maar ja, die weten niet hoe de vork in de steel zit over de Molukse zaken. Is dat het probleem? Ja, dat is het probleem, want het staat nooit in de geschiedenisboeken. Het staat alleen maar over de 80-jarige oorlog. Maar er staat nooit over de Molukse geschiedenis. Indik? Juist, zeker. Ik vind dat in de geschiedenisboeken hoort. Want ja. Je merkt dat we nou op de grote hoop gegooid worden met andere migranten en zo. Waar merk je dat aan? Ja, aan heel veel dingen. En als je met andere mensen praat, die vragen waar je vandaan komt. En dan gaan ze er al van uit dat je gastarbeider komt of asielzoeker of weet ik. En waarom voel jij dat als echt anders? Waarom is dat anders voor jou? Ja, omdat wij onze eigen geschiedenis hebben natuurlijk. Molukkers zijn trotse mensen. En als je voelt dat er mensen anders over je denken, dan wil je dat gelijk recht zetten. Ja, is dat, maar Zoni, loop je daar ook tegenaan? Soms wel, ja. Ja, kun je een voorbeeld geven? Nou, even denken hoor. Soms wanneer bijvoorbeeld iemand aan mij vraagt wat mijn afkomst is, vertel ik mijn afkomst. Heel vaak weten mensen niet wat het is. En voor mij komt dat best wel over als een belediging. Waarom? Nou, omdat ik toch denk van ja, waarom weet jij de geschiedenis niet en van andere mensen dan wel? Waarom zijn wij hier gekomen? Wat hebben mijn overgrootopa's en oma's meegemaakt? Het gaat over erkenning in de geschiedenisboeken. Erkenning willen nu ook de burgemeesters van verschillende gemeenten in Nederland, waar Molukse wijken ook zijn, zoals hier in Moordrecht. Die hebben een brief opgesteld, geschreven aan het kabinet, omdat zij vinden dat het kabinet nu het leed van de Molukse gemeenschap moet erkennen. De burgemeester trouwens van Zuidplas, die spreken we later nog in de uitzending. Ja. Dus dan hebben we het daar ook nog wel even over. Maar wat vinden jullie daarvan? Ik kijk even naar meneer Manahoute. Nou, ik vind het een hele goede suggestie dat de alle burgemeesters een brandbrief heeft geschreven naar het kabinet. Maar is het niet een beetje te laat? Dat is mijn vraag aan hun. Zouden het eigenlijk allang moeten die erkenning moeten doen. En is erkenning dan genoeg? Want het gaat ook vaak natuurlijk, als het gaat over het verleden en de zwarte bladzijdes, over excuses. Ja, ze moeten ook excuses tegenover het Molukse volk. En vooral de eerste generatie. Uw generatie? U bent generatie? Ik ben van de tweede generatie. Ja. Maar nogmaals, ik ben tot op bot gekrenkt door de Nederlandse staat. En wat zou de staat voor u kunnen betekenen om dat weg te nemen? Eerst de erkenning en dan de excuses aan het Molukse volk hier in Nederland. Indik? Ja, voor mij is het heel dubbel. Aan de ene kant denk je van eindelijk. Maar aan de andere kant denk je van ja, eigenlijk veel te laat. Kijk, onze ouders die zijn al lang dood. Kijk, zij zijn het die het verdienen, maar die zijn al lang dood. En dat doet pijn. Het is allemaal gezegd. Tot slot, morgen het vieren van 70 jaar Molukse gemeenschap in Nederland of het herdenken van de gemeenschap. Herdenken. We gaan het niet vieren.
Het wordt een herdenking. Het is geen viering. Nee, het is het begin van de pijn eigenlijk. Het is het begin van de pijn, maar op die dag gaat u wel, meneer Manahutu, en dat wil ik toch even genoemd hebben. U gaat een halve marathon lopen. In het kader van 70 jaar Molukkers in Nederland, hè? En dat geeft wel iets aan, denk ik. Iets, ja. Dank jullie wel voor dit gesprek, voor het delen van jullie verhalen hier in de Molukse wijk. En Indik en Mazoni, jullie komen straks nog terug in de uitzending. En we hebben natuurlijk ook, ja, daar staat hij. We hebben altijd iedere week in Hilversum uit, hebben we een talent. En vandaag zijn dat de talenten uit deze week. Nani en Rafa, de twee vrienden die een van de populairste acts uit Nederland zijn bij de Molukse jongeren op dit moment. Jullie scoren hit na hit. Zingen in de eigen taal, het Maleis. En ik praat straks verder met jullie na 3:30 over de impact van jullie muziek. Maar eerst gaan jullie nieuwste hit spelen. En, Rafa is er niet. Komt hij straks nog wel? Ik hoop het. Dat moeten we even regelen dan. Maar dat gaan we zo meteen doen. Jij gaat in ieder geval beginnen met het nummer Angkat. Angan. Mooi recht. Shout out naar Rafi. Zo. Angkat tangan. Dan goyang badan. 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 Sabar mama sita, Rafianus pun carita. Jangan terlalu paksa, dungus rustuk mi amiga. Cha. Anus bilang dorang, semua mesti ikut dari muka sampai belakang. Cece. He. Angkat tangan, goyang badan, bikin cha. Pesta baru habis, cha. Kalau kaki sakit, jangan pulang. Jangan berdiri, nona bagoyang. Angkat tangan tinggi, lah bagoyang cha. Minta dorang tahu, gasa cha. Biar dorang sing tawakan, nanti katong kasih ajar. Kasih naik tangan dua, lah bagoyang lancang. Dan goyang badan. Angkat tangan. 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 Goyang badan. En gooi je handjes in de lucht, kom op. En iedereen gooi je handjes in de lucht, kom op. Oké. En moederrecht, en moederrecht. En boenoerata. Dank jullie wel. Hartstikke mooi. Ik hoef hem uit. En we zijn hier in de Molukse wijk in Moordrecht, waar we stilstaan bij 70 jaar Molukse gemeenschap. Een gemeenschap die heel hecht is. Nou, dat kwam eigenlijk al naar voren in het vorige gesprek. Dat is de kracht van de wijk. Maar ik zei het net ook al. Het is ook een zwakke plek gebleken. Nu met corona. Want corona slaat hard toe. Joël, jij kan daar meer over vertellen. Jij bent oprichter van de wijkcommissie hier. Kun je dat uitleggen? Wat wil je precies horen? Ik kan je heel veel vertellen erover. Je hebt horrorverhalen, maar je hebt ook hele mooie dingen die hebben plaatsgevonden de afgelopen periode. De Molukse wijk Moordrecht, die heeft ondertussen sinds november eigenlijk 11 personen, 11 familieleden verloren aan de coronapandemie. En dan heb je natuurlijk ook allerlei gekke verhalen, horrorverhalen heb je erover. En dat je dan hoort hoe mensen afscheid hebben moeten nemen van dierbaren. Het is wat het is. Het is allemaal een beetje conform de RIVM-regels. En dat is natuurlijk een beetje haaks op de cultuur en de achtergrond van de Molukkers zijn. Dat botst. Want je wil natuurlijk elkaar ondersteunen, maar dat lukt natuurlijk niet. Dus alles is apart en ieder voor zich. En heel sober is het gegaan de afgelopen periode. Kun je eens een voorbeeld noemen van een afscheid wat jou nog is bijgebleven? Ik heb dan voor mij en dan binnen mijn gezin zelf en dan binnen de familie hebben we 6 mensen verloren. 6 mensen? Ja, 6 mensen. Jeetje. 4 van mijn schoonfamilie en 2 van mijn eigen familie. Wat vreselijk. Ik heb vrienden, een neef, die heeft zijn beide ouders verloren in een maand. Een vriend van mij die heeft ook zijn ouders verloren binnen 2 weken tijd.
Ja, het zijn gruwelverhalen. Wat een slachting. Ja. En nou ja, dat is dat, hè, voor mensen die denken, ja, het is maar een griepje. Wat denk jij dan eigenlijk? Ja, het is een beetje dubbel natuurlijk. Want ik heb het met mijn vrouw er ook over gehad. Wij staan daar natuurlijk middenin, maar ook heel veel in Nederland. Die hebben er feitelijk niks mee te maken. En dan zie je natuurlijk aan de aanleiding van al die demonstraties in Den Haag. En dat soort dingen meer. Maar hier hebben we het echt wel flink ervaren. Ja, ja. Nou, dat blijkt uit jouw verhaal. En zometeen dan komt ook Rafa aansluiten. Die heeft een dergelijk verhaal dan Serien. Rafa is jouw vriend. Ja. En is jouw mede-compagnon als het gaat om zingen. Wat je net ook al hebt gedaan. Ja. Ik zei het al, hè, de wijk bestaat nu 60 jaar. Speciaal voor de Molukse gemeenschap gebouwd. Hele hechte gemeenschap van 1000 inwoners. Als jij moet uitleggen aan een buitenstaander, ergens in Nederland, hoe hecht deze gemeenschap is, wat voor voorbeeld geef je dan? Ja, dat is eigenlijk ze kunnen dat nooit voelen, denk ik. Eigenlijk, als ik een voorbeeld moet geven, ik kan wel zeggen van ja, die eenheid, dat is sowieso een kenmerk. De verbintenis met elkaar. Kun je eens een voorbeeld geven van die verbintenis? Hoe dat er gewoon op een dag uitziet? Ik kan gewoon bijvoorbeeld... Kan je overal binnenlopen? Ja, gewoon bij de mensen. Bij mijn mensen. Je moet het eigenlijk bekijken vanuit de geschiedenis. Kijk, onze opa's, oma's, die zijn hier neergestreken. Of tenminste, die zijn hier overgehaald vanuit het Indisch leger. Nou, mijn opa en oma en ook zijn opa en oma's, die hebben dan in Vught gezeten. Vanuit Vught zijn ze hier naar Moordrecht gekomen. Eerste generatie Molukkers. Dan ben je bijna 4-5 generaties ben je verder. En dan wonen al die mensen die wonen al 4-5 generaties lang in deze gemeenschap. Ze praten over een wijk, maar het is eigenlijk een gemeenschap. Dus wat is het verschil met een wijk en een gemeenschap? Nou ja, een wijk is als ieder andere wijk in Nederland. Maar dit is, weet je, je groeit met elkaar op, families groeien met elkaar op, generaties lang. Dus dan praat je eigenlijk meer over familie dan over een wijk. Ja, men noemt elkaar ook oom en tante, oom toch? En tante. En opa en oma. Opa en oma. Iedereen is opa en oma. Dat iedereen zegt ook iets. Ja. Rafa, inmiddels aangeschoven. Fijn dat je er bent, Rafa. Want je hebt ook een hele hectische tijd achter de rug. Ja. Er is een moment geweest hier, heb ik begrepen, alleen maar ambulances te horen waren. En dan verlies je in één keer twee hele belangrijke mensen in je leven. Ja. Hoe is dat bij jou gegaan? Ik voelde alsof ik in een rollercoaster zit eigenlijk. Dingen wat eigenlijk hier niet zo gauw gebeurt, zoals in één keer 11 mensen zo. Lijkt wel vuurwerk, in één keer achter elkaar zo. In één keer daarvoor helemaal niet, en nu in één keer. En maar we doen er niks aan, zeg maar. Hè. We zitten er allemaal in. Het enige wat we nu kunnen doen is, het is gebeurd, we zijn al die mensen kwijtgeraakt. Maar onder wie ook jouw vader en je oma, in heel korte tijd. Ja. Maar, dan moet ik toch wel meedelen wij zijn gelovige mensen. Hè, deze tijd, dat is een donkere tijd waar wij nu in leven, zeg maar. Hier in deze wijk zijn we gewend om happy, gezellig, we zijn er voor elkaar. Er worden activiteiten gehouden, de eenheid is er, zeg maar. Hè, omgang met elkaar. Ja, en nu komen we in één keer door een tijd, bij een tijd waar het, zeg maar, niet allemaal even niet mee zit, zeg maar. Ja. We moeten hier doorheen. En ik hoop echt wel dat de betere tijden wel aan zullen komen. Ja. Dan zie je? Ja, dat wat Rafa aangeeft, dat het zeg maar, wat je eigenlijk gewend bent, waar je eigenlijk je kracht vandaan haalt met elkaar, dat als dat dan wegvalt, ja, dan zit je even gewoon, dan weet je ook niet meer. Alles gebeurt ook om een reden, zeggen ze. Maar kun je dat zelf zo zien als je vader en je oma en zo? Ik moet het wel zo zien. Ja? Ik moet het wel zo zien. Lukt dat? Jawel. Toch? Lukt hem. Zeg maar, het zijn dingen die je wenst het niet, hè? Je hoopt nooit dat het gebeurt. Nee. Maar als je het zo logisch denkt, is het leven gewoon heel tijdelijk. Je komt op de wereld en je gaat. En wij als kinderen van, of wij hebben niks daarover te zeggen. Wanneer het je tijd is, is het je tijd. En dan is het aan ons. Hoe gaan we dit verwerken? Hoe gaan wij ermee om met deze situatie, toch? Want de Masohi-gedachte, kun jij mij vertellen wat dat is? Het liedje bedoelt u? Nou, dat is het voor elkaar zijn. Je gedachte, dat is een beetje de gedachte dat je er gewoon voor elkaar bent. En dan kun je weer terugrefereren naar eigenlijk de eerste generatie die dat dan meegeeft aan de opkomende generaties, tweede, derde, vierde, vijfde. Dat je er voor elkaar bent. Ook met al die verliezen die wij dus hebben geleden hier in Moordrecht. Ja, weet je, je bent er gewoon voor elkaar. Je hebt samen verdriet, je hebt samen blijdschap. Dat is een beetje de gedachte erachter. Ja.
En dan kan ik me voorstellen dat je ook echt bij elkaar wilt zijn. Toen ik vanochtend hier in de wijk aankwam en even een rondje maakte door de wijk. Het was doodstil op straat. Dat is dus gewoon echt een contrast met hoe het normaal is, voor corona. Zeg, dan is muziek kan heel veel troost bieden. Ja. Vertel. Want jij maakt muziek in je eigen taal, samen met Nansiri. Ja. Waarom is het zo belangrijk om te zingen in je eigen taal? Nou ja, kijk, wij Molukkers, wij zijn kleinkinderen van. Onze geschiedenis heeft een hele verhaal, hè? Zeg maar, van hoe Molukkers hier in Nederland zijn. Nou, wij zijn de... Ik vind het dan belangrijk, hè, wat ik mee heb gekregen van mijn vader, moeder en van... Dat is bij deze de taal, hè, normen en waarden, Molukkse normen en waarden. De standaard basisbehoefte wat voor een Molukse gezin eigenlijk, wat je meegeeft aan je kinderen. En dan daar is taal ook een heel groot onderdeel van, ja, om daarin te zingen. En dan Siri, jij schreef ook speciaal een nummer genaamd Gedachtes. Dat horen we straks. Ja. Maar dat is, waarom heb je deze tekst geschreven? Ja, het waren gewoon echt gedachten, zeg maar, die ik had, zeg maar, op dat moment van het schrijven van die tekst. Ook een beetje, waar gaat het over? Een beetje eigenlijk mijn gevoel over de situatie waar we, zeg maar, in verkeerden. Dan staat de ene natuurlijk wat dichterbij dan de andere. Maar dit is gewoon wat ik voelde. En dan samen met mijn Sony hebben we dat eigenlijk op die manier in die track een beetje verwerkt. En ik begrijp dat het dag na het overlijden van de vader van Rafa, heb je dat geschreven? Ja. Jullie zijn goede vrienden? Ja, klopt. Dus, ja, ook dat speelt natuurlijk ook mee daar. Dat je gewoon, ja, muziek is het uiten van gevoel, vind ik. Dus ja, op die manier heb ik mijn gevoel geuit en dat in muziek verwerkt. En ik zei het net al, jullie muziek is ook heel populair. Niet alleen in de Molukse gemeenschap hier, maar ook op de Molukken zelf. Ja. Bijvoorbeeld het nummer Turun Slowly. Ook, ja. Is ook een hele grote hit geweest, of misschien nog steeds wel. Is er een nieuwe stroming geboren? Daar of hier? Nou, misschien wel allebei, maar laten we het bij hier even houden. Ik denk het wel. Ik denk wel dat er iets nieuws is ontstaan. Ja? Ja. Want ik bedoel, we kennen natuurlijk de muziek ook uit verschillende gemeenschappen in Nederland. Waarom is dan juist deze ook zo belangrijk voor jou? Ik denk dat het een nieuwe sound is of zo, die niemand nog nooit had gehoord of zo. En iedereen voelt zich, denk ik, vooral de Molukse gemeenschap, voelt zich nog meer aangetrokken tot die sound. En daarom is het zo zoals het nu is. Zoals het nu is. En biedt het jou troost, Rafa? De muziek? Ja. Ik heb, het is een uitlaatklep vooral in deze tijd. Ik doe gewoon mijn ding. We zijn weer bezig met muziek. En ondertussen is dit ook de situatie. Gaat het ook gewoon weer verder? Het gaat gewoon weer verder. Het leven moeten we weer oppakken, laat maar zo zeggen. Joël, zie jij dat ook zo? Ja. Veel verdriet. Veel verdriet, maar dat is ook een beetje de kracht van de Molukse gemeenschap hier en denk ik in heel Nederland. Is dat je, net wat ik net al zei, je deelt alles samen. Zij doen het via de muziek, anderen doen het door voor elkaar te zijn. Dus ja. Ik denk dat we naar de muziek moeten gaan luisteren. Ik denk het ook. Rafa, wat gaan jullie zingen? Jij komt nog een beetje koud binnen, geloof ik, hè? En jullie kijken elkaar vragend aan. Ja, jullie mogen het. Sapa Sanka, volgens mij, hè? Okay. Ja, dan gaan we dat even zeggen. Je zal wel moeten. Yeah.
uitzending. Waarin drie generaties in dit, waaronder jij zelf, van de gemeenschap hier vertelde over de erkenning die zij missen vanuit de Nederlandse overheid van het leed dat ze is aangedaan. U roept nu ook met een aantal andere burgemeesters op om die erkenning te geven. Waarom nu? Waarom nu pas? Was eigenlijk de conclusie van het gesprek dan van daarnet. Ja, die waarom nu pas, die is dat het nu weer een moment is. Nu, hè, met 70 jaar, morgen staan we daarbij stil immers. Bij 70 jaar geleden de aankomst van de Cote Inte, het eerste schip. En dat vind ik wel weer, met mijn collega's, met Molukse Rijken, dat we zeggen, we moeten weer opnieuw aandacht vragen. Want dat leed, en dat hebben we ook vandaag in de uitzending wel weer gehoord, is nog niet geleden. Dus het is heel belangrijk dat die erkenning er ook van de Nederlandse overheid er komt. En dan hoorden we ook van meneer Manorata, die al 73 is, een van de eerste, de tweede generatie, drie toen hij hier aankwam. Hij zegt, ik wil ook excuses. Bent u daar ook voor? Laten we nu eens in ieder geval starten met die erkenning. Laten we kijken hoe we dan met elkaar verder kunnen. Ja, het is niet aan mij om die excuses aan te bieden. Maar u drie we vervelen de 11 gemeenten ja. samen een vuist vormen om daarvoor te gaan natuurlijk. Ja. En ten eerste die excuses, die erkenning dat het leed is, dat is aangedaan. En daarna een stappen verder gaan, wat je verder kan betekenen. Want voor degenen voor wie het bedoeld is, die zijn er niet meer. Wij zijn de nazaten van al diegenen. Dus ik, in de eerste plaats zeg ik, ik ben blij met dit initiatief van deze 11 gemeenten. Dat zijn grote gemeenten, die kunnen vast wat betekenen. Maar daarna echt een stap verder gaan. Het is nog niet klaar. En het gesprek het is nog lang niet klaar. Het moet nog langer gevoerd worden, ook na deze uitzending. Hoop ik dat dat gaat gebeuren. Dank jullie wel. Voor jullie bijdrage. En ik neem wel alvast afscheid. En ik wil daarmee bedanken dat wij hier in deze wijk mochten staan. Bedankt voor jullie verhalen. Ook bedankt voor de burgemeester voor zijn komst hier naar deze wijk. En wij gaan afsluiten met... Eerder hoorden we al het verhaal van Anseri die het nummer schreef... na het overlijden van de vader van zijn beste vriend Rafa. Gedachtes. En hij zingt samen met Mazoni. Gedachten die in mijn hoofd zitten te malen. Ik mis die tijden dat we samen bij de waren. Samen lachen, samen huilen en beschermen voor gevaren, gevaren. Hoe moeilijk het ook is of hoe moeilijk het ook lijkt, maar samen staan wij sterker als ik kijk naar onze wijk. Dank voor elke dag, de lijn baat een lijn. Alle rasa binta rasa, jouw pijn, dat is mijn pijn. Zie ons leven in een tijd. Dank voor elke dag, ik denk niet eens meer aan de tijd. Voel me overstuurd, de situatie doet me pijn. Niets is wat het lijkt, is dit de realiteit? Is dit de realiteit? Ik weet het niet, maar oké. Is dit het nou? Ik weet alles staat geschreven. Veel emoties en gevoelens, iedereen die heeft geleden. Naar het heden door gebeden, elke dag dank ik God. Ik dank de Vader voor het slapen en dan sta ik weer op. Maar soms vraag ik me af, waarom moet dit zo zijn? Die dagen dat we strokkelen met familiestrijd. Papa die met pijn zit met zijn hart op slot. Maar elke dag is een zegen, dat dank ik aan God. Imapana rapana kasi, dat is mijn rode draad. In mijn leven, ons leven, dat is waar het om gaat. Sakusa limping patadua is wat papa zei. Moest hij hier op dingen, daarmee zo vormen we eenheid. Maar wat is eenheid zonder strijd? Eén weet ik zeker dat het niet alleen maar draait. Om materialisme, daarom houden we het klein. Adawaktu kawane, dat het beter zal zijn. Dat het beter zal elke zijn. Elke avond gedachten die in mijn hoofd zitten te malen. Ik mis die tijden dat we samen buiten waren. Samen lachen, samen huilen en beschermen voor gevaren. Gevaren. Hoe moeilijk het ook is, of hoe moeilijk het ook lijkt. Maar samen staan wij sterker als ik kijk naar onze wijk. Dank voor elke dag, de lijn maakt een lijn. Alle rasa, bitter rasa, jouw pijn, dat is mijn pijn.